Ben je op zoek naar een huis in Spanje en ben je nog in de oriënterende fase? Dan kan ik je adviseren van de volgende 5 stappen te nemen. Stap 1, zoek uit waar in Spanje ben je thuis. Er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld Costa Blanca Noord, dat zijn bergen tot in de zee. Daar kan je massa's panden vinden met zeezicht. Costa Blanca Zuid, dat is wat vlakker, daar ga je makkelijker panden vinden om naar zee te wandelen of te fietsen. Costa del Sol, hetzelfde verhaal. Sommige regio's makkelijker fietsen en wandelen, andere weer hele mooie uitzichten. Stap 2 is, wie ben je eigenlijk? Waarom koop je? Is het als investering? Wil je er zelf genieten met familie en vrienden? Dat allemaal zal bepalen in welk dorp dat je je thuis voelt en aan welke kost dat je je thuis voelt. Stap 3 is, breng je budget in kaart. Het is niet alleen de woning kopen, hè. Op alle websites ga je bedragen vinden, maar dat zonder de extra aankoopkosten. Er komt ongeveer nog 14% bij, onder andere zit daar inbegrepen een advocaat en een notaris. En stap 4, dat is dan naar Spanje gaan. Je weet dan al aan welke kosten, je weet ongeveer wat je voor je budget kan krijgen en je weet al of je het kan betalen. En dan begeleiden we je graag ter plaatse in het zoeken van dat juiste pand, op de juiste plaats, aan de juiste prijs. En als we dat gevonden hebben, dan is pas tijd voor stap 5 en dat is kopen in Spanje. Kopen en nog heel lang genieten met je familie en je vrienden van het zalige Spaanse leven.